Dag Koen. Hallo, hallo. Hey. Ja. Ik zou zeggen, welkom vandaag. Ja, nou, merci. Ja. Ik ben blij dat ik ergens naartoe mocht. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Ja, 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 op het randje van heel goed zelfs. Ja, oh, wauw. Ja, ja. Zo, allez. Het is zeker met mij niet slechter dan dat met heel veel mensen slecht geweest is. En stel ik eens aan, herstart de wereld zo. En ik denk dat we in goede hoop mogen leven dat we er wel uit geraken als we het dan heel concreet over het corona gegeven hebben. Ja. Maar dat gaat lukken. Dus, ja. Positief. Ja, 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 maar het gaat goed. Ja. De gezondheid is goed, dus dat is het belangrijkste. Wel, dat is het inderdaad zo. En vandaag gaan we het ook over een zeer, wat mij betreft, interessante thema gaan. En ja, dat is ook onder een andere zwaar thema. Hè? Een zwaar thema over dementie. Ja, het is waar. Ja, ik heb eigenlijk ook jouw boek gelezen. Ah, was jij dat? Ja. Kwijt. Wat dementie... Ons kan leren. Ja, ja, ja. Uw boek is geschreven door, of samen met Karel Michiels. Karel Michiels, ja. Ja. Karel Michiels is gekend als een van de mooiste... Meest schrijvende en mooiste pennen van de Nederlandse taal. Dat is ook zo. Ja, ik ben er helemaal fan van Karel. Ja, voilà. Okay. En in het begin van uw boek schrijven jullie ook dat jullie spreken en schrijven over eigen ervaringen. Ja, ja, ja. En mag je dan denken, ja, zoveel Koen als Karel hebben last van dementie? U mag denken wat je wil, hè. Maar het is Karel op zich wel. Karel zijn schoonma, en vanuit die optiek zijn de verhalen die Karel in het boek verweven heeft geschreven, is effectief dementerend. En naarmate dat boek geschreven werd, stilletjes aan in andere fases komend. Je merkt dat ook, zo in het begin van het boek of het einde, dat is al niet meer hetzelfde. Ikzelf, bij mij is de link met dementie eigenlijk ontstaan vanuit een vraag. Als artiest word ik af en toe gevraagd om voorstellingen op maat te maken, muzikale voorstellingen in dit geval. En het was een seniorenorganisatie, NEOS, die vroeg om een voorstelling te maken. Aanvankelijk was het niet de vraag om een muzikale voorstelling te maken. De vraag was, maak eens een comedyvoorstelling, een humorvoorstelling over dementie. Ik had hem maar aanvaard, omdat ik eigenlijk... Ja, ik zeg nooit nee. Hè? Daarom zit ik hier ook vandaag gebeld, dus ik kom. Ik zeg nooit nee. En ik had... Ja, ik ga dat doen. En gaandeweg... Een humorvoorstelling over dementie, het is iets raads. Dat ging niet. En ik heb er dan maar een muzikale voorstelling van gemaakt. Ik heb aan die mensen gevraagd, mag dat iets muzikaals worden? Ja, hoe zie je dat dan? Ja, zo met een extra gitarist en zo. Ja. Oké, doe maar. En... Die voorstelling is dan eigenlijk de voorstelling kwijt geworden. Karel kent mij al jaren als comedian, want Karel Michiels is tegelijkertijd ook de grote comedypen in Vlaanderen. Is de enige humorrecensent, nog overblijvende humorrecensent in Vlaanderen. En ik kende Karel eigenlijk al heel lang in Dienenhoek. En we waren aan het babbelen. En dan zei hij, ja, maar ik wil iets met dementie doen. Ik zei, ja, maar ik heb een voorstelling over dementie. Ja, dementie, zonder natuurlijk het... pretenderen dat ik enige medische kennis hierover heb. Nee, ja. Maar ik lees dat 136.000 Vlamingen last hebben van dementie. Ja, ja. En dat hij meerdere vormen zich kan uiten. Klopt, ja. U zelf, heb je daar last van? Nee. Nee, maar het is wel heel confronterend bijvoorbeeld als je de voorstelling speelt. We hebben dat een paar keer meegemaakt. Dat er iemand van halfweg de 20 jaar, pak 25 jaar, naar u komt, over uw voorstelling begint. En dan zegt, ja maar, en ik ben jong dementerend. En dan heb je wel zoiets van, wow, aanvankelijk is het idee dat we bij dementie hebben, zo het idee van dat is voor oude mensen. Hè. Dat is het idee dat wij hebben, hè. Maar dat is niet zo. Maar blijkbaar is maar 10% van dementiegevallen is boven 65 jaar. 20% boven 80 jaar en 40% boven 19. En al de rest is onderaan, hè. Ja, dat is veel, hè. Ja, dat is veel. Als ik dan lees, en de 30% zijn jong dementerende mensen. Zijn jonge mensen, hè. Die papa's en mama's van kinderen gewoon in thuis houden, waar dan nog niet over gedacht wordt van, ah ja, ze zijn oud, oh ja, ze beginnen te vergeten. Nee. Ja. Dat is effectief waar. Ja. Die voorbeelden zitten ook in de voorstelling. Dat is waar. Ik vind het ook heel moedig om zoiets te willen aankaarten en daarover dan een voorstelling te maken. En
Het is de gemakkelijkste weg van aankaarten voor ons, maar voor een artiest is dat waarschijnlijk zo. Ja. Omdat het tegelijkertijd ook wel bezig zijn is met je passie. Ik heb gewoon muziek mogen maken. Ja. Ja, ik heb ook een voorstelling trouwens over diabetes, heb ik ook een voorstelling. Maar dat is gewoon mijn eigen zoon, is diabetes van zijn 13 maanden. En die zei, papa, als je dan toch een voorstelling over dementie hebt, ja. En eigenlijk hebben wij daar niet zoveel ervaring mee, weet je, waarom maakt dus geen voorstelling over iets waar hij wel iets over af weet? Ja. En dan ben ik ook die voorstelling gaan maken. En dat deden jullie samen, of doen jullie dat? Dat is niet met mijn zoon samen. Nee. Mijn zoon is 13 jaar nu, okay. Wordend, is er nog maar 12. Mm-hmm. Corneel, ja, waar staat de camera? 12, ik weet dat wel. Corneel is het, Corneel, hè? Ja, ja, Corneel is de oudste. Okay. Ja, ja, ja. Dus doen we niet samen, maar hij was wel de inspiratiebron. Hij heeft bijna ieder verhaal aangeleverd natuurlijk. Maar ja, 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 die verhalen, dat is gewoon ons leven. En bij dementie was dat niet zo. Dan ben ik echt moeten gaan grasduinen. Hè. Ja. Verhalen moeten gaan zoeken over mensen. Luisteren naar mensen, heel veel luisteren. Naar mijn ouders ook. Die zijn al dan wat ouder en die hebben... Ja, die kennen mensen. Ja. Zo. Ik heb met mijn dokter heel lang gebabbeld. Ja. Om zo echt te weten van wat is dat. Ik heb naar een gewone zorgcentrum. Zo echt een beetje research eigenlijk gedaan. En dan met Karel veel gepingpongd naar aanleiding van het boek. Dus ja. Ik moet zeggen dat dementie mij privé ook zeer hard geraakt heeft. Ja. Mijn moeder is op 1 jaar tijd van iemand die volledig zelfstandig leefde. Ja. Hoger leefde, laten we zeggen. Oké, maar toch... Op 1 jaar tijd is naar 100% dementerend iemand gegaan. Gepaard met hallucinaties en wanen. Dat we niet konden plaatsen. We waren er niet eens mee geconfronteerd. Ja, ja, ja. En nu heb ik ook de boek gelezen. Ja. En toen had ik gezegd, ah ja, inderdaad. Is het herkenbaar en die, voor u dan? Ja, grote deel. Het boek is wel op een heel mooie manier geschreven. De structuur is prachtig. Het is niet... Ja. Ja, we wilden een boek dat... dat je enerzijds, het is geen groot dik boek, hè, dus dat je heel gemakkelijk, heel vlot kon uitlezen, maar je hoeft het niet in 1 keer te lezen. Ja, ik vond het ook heel moeilijk om te lezen. Moeilijk, ja. Misschien is dat confrontatie met mijn eigen situatie, maar mijn hersenen hadden echt zo'n focus nodig om dat echt te lezen, om te begrijpen elke woord, hoe mooi dat geschreven is, hoe diep dat is. En eigenlijk smullen voor een boekenlezer, wat mij betreft. Voilà. Wat er daar ook in een boek beschreven staat, dat mensen die dementeren zich vooral zaken ineens herinneren van heel lang geleden. Ja. Glashelder en tot in detail. Ja, klopt. Hè? Ja. Ja. Of heel kleine dingen die dan in 1 keer terug opduiken van 40, 50 jaar geleden. En die dan groot worden. Zo. Ja. Die worden dan uitvergroot in het actuele leven. Ja. Vaak. Ja. Die verhalen zitten er allemaal in. Hè? Ja. Ja. En de moeder die beschreef, dat is een moeder van Karel. Hè? Schoonmoeder. Schoonmoeder van Karel. En die dan haar kinderen door elkaar haalt en die niet herkent in hetzelfde gesprek. Ja, nee. Gaan ze 2 dochters door elkaar halen. Ja. Dat zijn echt zo confronterende zaken. Natuurlijk, of niet meer herkennen. Gewoon, hè? Of als je spreekt over de ander, zien dat er wel bevestigd wordt, maar in de ogen zien dat die bevestiging gewoon een auditieve bevestiging is en dat daar geen erkenning meer achter zit. Zo, hè? Ja. Ik vond het ook heel fijn geschreven hoe dat die dochters dan elk op hun eigen manier anders mee omgaan. Ah, ja, 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 ja. En je hebt je ouders graag. Mm-hmm. Je wilt dat stukje negeren. Mm-hmm. Ja, natuurlijk. En daar ook, ik heb je al gezegd, we weten het al, toch wel dat. Dan weet je, dat staat al in het boek. Maar voor die moeder is dat natuurlijk niet evident. Nee. En die weet niet dat ze het gisteren ook al gezegd of een half uur geleden. Hè. Dat stukje herhaling komt er ook constant opnieuw. Wat ik ook heel fijn vond in het boek is dat je als... muziek maken, als ik zo mag zeggen. En een waanzinnig mooie teksten geschreven heb. Mijn favoriete is sowieso Litanie van Belofte, als ik zo mag zeggen. Litanie Belofte. Van de Belofte, ja. Maar dat is eigenlijk een liedje, dat, van alle nummers die erin staan, is het enige nummer dat eigenlijk niet exclusief over dementie gaat. Want in alle andere nummers is er wel ergens een link met vergeten en met het niet meer weten en met de drang om de dingen wel nog te kunnen. Maar ook een mooi liefdeverhaal, hè? Liefdesverhaal toch? Ja, Litanie van de Belofte is eigenlijk gewoon geschreven van ik zie u graag, hè, en ik ga er altijd voor u zijn. No matter what. Voilà.
Ja, dat vond ik zo mooi. En dat literaire gehaald is voor mij wel super belangrijk. En heel mooi. Ik had ook begrepen dat je dat... Wat moet ik spelen? Is dat je vraag? Ja, dat is mijn vraag. We moeten de kijkers hier niet bedotten, die gitaar staat gewoon klaar. Oké, voilà. Hier. Kijk, ik heb het... Nog eens mee, dat ik, hè, als voor de opname, dat ik mijn eigen tekst om te horen. Super, ja. Als je niet meer kookt, zal ik koken voor jou. Als je niet meer lacht, zal ik lachen met jou. Als je niet meer streelt, dan streel ik jou. En als je me niets meer vraagt, blijf ik praten tegen jou. Als je niet meer loopt, ik er wel voor jou. Yeah! Dank je, Koen. Wat een prachtig geschreven. En wat een prachtig performance is het. Ja. In de boek over dementie, waar we het vandaag een beetje over hebben, ook als thema, is komt een constante ooiwaar voor. Ja. Die een beetje staat voor de verstrooide ooievaar. Voor de verstrooiing, de verstrooievaar. Ja. Ja, maar dat is een spielerij. Ik maak heel veel cartoontjes, maar enkel met ooievaars. En het is eigenlijk ontstaan ooit als een grapje, onderweg op reis. We waren met de kinderen, we hebben drie kinderen, Corneel, Pepijn en Robrecht. En we, dat is mijn vrouw en ik. En het was een van de kinderen die zei, papa... Een dode ooievaar, wat is dat? En ik zei, ik weet het niet. Ja, papa, dat is een dode vaar. En we vonden het zo leuk om met het woordje ooievaar iets te doen. En ik zag eigenlijk op dat moment wel al een figuurtje verschijnen. En dan hebben we zo enorm veel bedacht, maar echt enorm veel. De octrooievaar en de convooievaar en de cabrioievaar en de micadooievaar en de velooievaar op mijn t-shirt. En dan we schrijven die allemaal op en ben die allemaal gaan tekenen. Ik vind het zo leuk om daar zoiets mee te doen. En mensen pikken dat gelijk op een of andere manier, want ik doe daar niet zo heel veel promo voor. Maar mensen pikken dat eigenlijk wel op. Like nu in Leden is er ieder jaar een grote cartoonwandeling. En er staan 30 ooievaars van mij in het park van Leden. Zo in het groot. Wow, ja. En mensen kunnen die dan gaan zien en zo. In het boek had ik ook zoiets, ik had aan Karel gezegd, zei kijk...
als jij dat verhaal schrijft, wil ik zo wel letterlijk voor zo wel wat verstrooiing zorgen, want dat is de zoektocht. En alles. Ja, ik ben geen grote cartoonist. Je ziet aan de tekening, die zijn heel simpel getekend. Maar ja, dus ze vertrekken altijd vanuit een verhaaltje. En dan, ja. En dat boek is te verstrooivaar, maar ja. Evengoed. Ja, maar ik zie een leuke. Hè? Ja, is een velooivaar of een mooie vaart. Het moet gewoon kloppen. En ja. Ik heb ook de portooivaar. Ja. Jullie hangen ook een mooi project rond de bouwen, rond de ooivaar? Ja, of, ja. Ja. Dat is wel leuk, want ik ben altijd op zoek naar iets. Ik ben niet die boekenschrijver die dan nu direct een boek over diabetes zal schrijven en daarna een ander boek over iets anders. En okay. Nee, dat ben ik niet. Ik zoek altijd zo de link met mezelf en de boeken zo en iets anders een keer. En we hebben nu beslist dat er van een van mijn ooievaartjes, we gaan effectief een figuurtje maken en er komt zo wel wat kinderboek. Daar gaan we aan werken. Zo, ik wil eigenlijk op een of andere manier wel een reeksje proberen uit de grond stampen. Zo, van ja. Kinderen. Ik heb dat nu ook gemerkt op die wandelingen, leden. Kinderen zijn er wel mee. Ze vinden dat leuk. Zo de kanoeënvaar en de cabrioeënvaar. Ze vinden dat plezant. En dan heb ik zoiets van, ja, we kunnen daar misschien wel... We gaan er inhoud in steken. Het gaat niet zomaar een prentenboekje zijn. Maar zoiets voor kinderen. Zo. Kinderen zijn ook, dat is nog een dankbaar publiek, hè. Ja, en het zit er direct mee, denk ik, zo met, ja, met zo'n beetje grappig verbeelding en beetje creatief. Een beetje tof getekend, ja. En een beetje een ding. Dus ja, ja. Dus, maar er komt ook verhaal in. Het is niet zo alleen maar een prentenboek te komen. Maar het wat en hoe, daar ben ik nu volop mee bezig. Maar het leuke is, denk ik, dat je ook dat stukje pedagogisch of educatief dat kinderen kan doorgeven, om juist de thema's, juist de boodschap door te geven door die ooievaar die de juiste dingen doen. Zegt, en, ja, dat is waar. Hè. Je kan daar... Je kan daar als volwassene heel veel boodschappen in. Ja. Ja, ik denk misschien ook zelfs dat zeer thema's die zeer actueel zijn momenteel. Ja, tuurlijk, ook wat de kinderen voor hun belangrijk zijn. Hoe ga ik om met weet ik veel, corona of bully, pesten op school. Of hoe bescherm ik, waarom doe ik dat niet, waarom doe ik wel. Ja. Grote lijnen ook. Ja. Wat is er belangrijk in het leven, wat is er niet belangrijk? Ja. Waar gaan we voor? Ja. Wat. Uiteraard. Ja, maar we zijn ermee bezig. Ja. Dus het komt. Dus jij laat maar iets weten. Als er is, ga ik u dat zeker laten weten. Dan komen we het nog eens over hebben. Dan zal ik in dat boek komen. Ja. Dan, ik geef toch wel nog één vraagje mee. Ja, maar toen mijn oudste zoon ongeveer 6 jaar was... Ja. Hij heeft ook een vraag gesteld aan de juf. En hij heeft daar gewoon straf voor gekregen. Ja. Maar zijn vraag was, wat is de essentie van het leven? Oh, de essentie van het leven. En waarom leven wij? En waarom worden oorlogen gevoerd? Hij was 6 jaar, is een instapklas in lagere. Ja. En op dat moment was ook geen begrip over kinderen die hoogbegaafd zijn, die andere zaken hebben. Maar ik zou zeggen, stop dat ergens in je ooievaar verhaal en geef dat mee. Misschien zijn er een aantal kinderen die ook... mee over gaan nadenken of belangrijk vinden. Ik ben maar al blij ouders, dat ik er een boek mag over maken en dat je mij niet meteen een antwoord vraagt. Ja. Maar de essentie van het leven, dat is wijd. Hè. Wie dat weet. Dat is een heel brede vraag. Dat is een heel brede, dat is zo één vraag. Heb je het over nagedacht? Ja, dat is één vraag met 3000 antwoorden of zo. Ja. Dat zou misschien ook nog kunnen doen. En misschien ook geen absolute waarheid bestaat. Maar dat kunnen we wel doen in een boek. Zo één vraag, gewoon op de kaft en dan... Iedere bladzijde is een ander antwoord op diezelfde vraag. Ja. Dat zou nog kunnen. Ja, of je kunt er een volledige theorie rondbreiden. Ga hem dat vastleggen? Ga dat ik ga dat ze weten. Ik ga dat schrijven, zo'n boek. Ja, dat lijkt me een toffe vraag. Wat is de essentie van het leven? En dan iedere bladzijde is een ander antwoord. En zijn allemaal waar. Ja, en leven we überhaupt? Ja. Of zijn wij misschien gewoon een gedachtegang van iets of iemand? Wie weet? Bestaat er massa? Bestaat een vaste massa? Ik weet het niet. Weten dat alle atomen... Maar als atomen volledig vloeibaar zijn en bewegend zijn, dan op zich is dat... Nee, het bestaat. Het is gewoon een tafel, dus massa bestaat. Geen matrix hier. Nee. Ik ben Keanu Reeves niet. Nee. Ik wou juist zeggen, ik heb de Sandra Bullock niet, maar... Nee, maar gelukkig niet. All right, goed. En... en wat doet Koen de Wolf tegenwoordig met zijn handen weer werken? Om het overleven als artiest eigenlijk. Wel, ik heb er iets heel raar. Dus normaal sta ik op podium en stand-up comedy met muziek. Met,
dergelijke. Af en toe werk ik ook wel eens voor tv of zo. Like afgelopen zomer nu heb ik het rad gemaakt voor Peter van de Veire. Mag ik dat hier vermelden? Op Play 4. Maar wat doe ik nog? Ik had eigenlijk altijd aan mezelf beloofd en aan mijn pa dat als ik zo een keer veel tijd ging hebben, dat ik eigenlijk zijn job ging doen. Nu, mijn vader is schoenmaker. Ik heb eerst 17 jaar lesgegeven. Zo, en dan had ik daar geen tijd voor. Ben dan fulltime artiest beginnen geworden. Heel leuk. En dan, ja, dankzij corona was er heel veel tijd. En dan, het was mijn pa die mij wel appelleerde. En die zei van, ja, maar manneken, heb je toch tijd? Allee, waarom wachten? Waarom gaat toch niet wachten tot ik dood ben? En heeft wel gelijk, hè, 76 jaar. Dus ja. En nu overdag in Eeklo repareer ik schoenen. Als ze kapot zijn, kun je dat bij mij binnensteken. Ik heb een hele grote inleverbus aan mijn brievenbus staan, zodoende dat ik niet altijd thuis hoef te zijn. Wacht eens even, dus jij zegt, ik ben van leerkracht. Ja, en, artiest. Ja. En nu, auteur, en nu ben ik de schoenmaker. Maar erbij, maar dat is zo'n ambacht, hè. Ja. Maar dat is zo een hele leuke hobby. Dat is niet anders dan... gewoon, dan iemand die graag zijn hof bezig is, zeker of zo. Allee, of fitness ook. Ja, of dan, mentale fitness. Ja, doe dan maar schoen in plaats van fitness. Maar doe maar schoen eigenlijk. En ik heb er wel een passie mee. Ik was altijd kind dat al in mijn papa zijn atelier stond, van kleins af en zo. Dat manneken dat ook altijd mee stond te prutsen. En nu, onze pa heeft mij zo wat opgeleid en het lukt goed. Ja. Ja, kijk. Zo dadelijk ga ik naar huis en ga ik een nieuwe rit steken in een rijlaars. Zo voor paard te rijden. Zo. Ja. Dat is zo. Dat is toch wel al... Ja, het is heel zen. Totaal iets anders, hè. Ja. Ja, iets anders, maar het is heel zen in uw kop. Ik was op zoek ook in heel die periode van onzekerheid. Niet naar een financiële zekerheid, maar naar zo'n bestaanszekerheid. En mensen komen bij u met schoenen en die zijn kapot. En je kunt die maken. Dat is toch zalig? Daarna kun je die weer aandoen en wandelen die verder. Je hoeft niet mee te gaan op tocht om er toch voor te zorgen dat die mensen kunnen gaan wandelen. Ja, en dat jij ook iets... Ja, en ik heb dat dan gedaan. Ja, en je hersenen zijn dan helemaal... Ja, dan heb je ruimte voor 's avonds liedjes te schrijven. Echt waar. Ja. Dan verscherpt je focus, je zintuigen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Je bent ook fysiek een keer moe van gewoon aan zo'n schuurmachine te staan. Een zware dag gehad vandaag. Een zware dag is goed, hè, ja. Ja, dus je bent ook iemand zoals ik die niet graag gaat sporten. Nee, maar ik zit ook niet graag stil. Ja. Ik ben geen grote sporter. Af en toe lopen zou ik zo nog wel een keer durven doen. We gaan wandelen met mijn hond. Dat heb ik gemeen met Karel. Mm-hmm. Met Karel de Giels. Die gaat dan ook met zijn hond wandelen. Ja. Dat wel. Maar sport omwille van sport. Of je wil lijn gaan aftrainen voor de zomer. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar het is een gebogen lijn. Hè? Dat is een mooie parabool. Het zijn een zachte, hè? Ronde lijnen. Een zachte lijn, voilà. Ja, oké. En bent u ook iemand die van thuis uitwerkt? Of ben je iemand die zegt, ja, ik moet echt even hangt er vanaf, hè? Die schoenmakerij zit nu bij ons thuis. Dus dat is thuis uit. Maar ja, al mijn optredens zijn in principe op verplaatsingen. Mm-hmm. Dus vandaag speel ik nog een keer, morgen ook. Overmorgen ook eentje. Dus ja. Ja, dus dan zijn we... Ik ben eigenlijk professioneel heel vaak niet thuis. Zodat dat enorm deugd doet om al de rest thuis te kunnen doen. Ofzo. Maar ik heb geen uithuizig bureau of zo. Nee. Nee. Maar dat zou ik ook niet goed kunnen. Ik ben diegene die dan graag met veel tegelijk bezig is en... Ja, overwege loop ik graag naar mijn kiekjes of zo. Zo ben ik, ja, zo. En hoe krijg je dan de veel gebeuren in je hoofd? Ja, allemaal in pas of in... Ik weet dat niet, ja. Ik weet niet. De dag dat het niet meer lukt, zal ik het u laten weten. Ah, wel. Dus, ik weet dat niet, ja. Maar meestal denk ik dat artistieke, als ik zo mag zeggen, mensen die heel druk bezig zijn met alles, ook iemand nodig hebben, al dan niet echt in orde, of een manager die dat allemaal mooi in structuur ja. heeft. Hoe is dat bij jou? Ja, ik heb het graag zelf, alle touwtjes in handen of zo. Ik heb boekingskantoren en mensen die ervoor zorgen dat er daar meer optredens komen en zo. Maar... Goh, ik weet, ik heb het allemaal nogal zelf graag in handen. Ja, en dat lukt wel allemaal heel mooi.
Ja, tot nu toe wel. Ik ben 41 en gelukkig en ça va, ja. Ik zou zeggen, je ziet er jonger uit. Is het waar? Ja. Kijk. Ja. Ah, kijk, dankjewel. Ja. Wat ik zeggen, zei. Ik begin te blozen. Ja. Ze gaan hier allemaal zien op die podcast. Ja. Het is toch wel fijn? Ja, tuurlijk. Ja, kijk, dankjewel. Om lief te zijn voor elkaar. Ja. Dat is een van de quotes die ik ook wel graag heb. Als er problemen zijn in de wereld, en dan vraag ik altijd aan mijn kinderen of als ze onderling ruzie hebben, dan zeg ik altijd, en heb je dat al geprobeerd door lief te zijn? En zo. Heb je het al proberen oplossen met lief te zijn? Ik zou dat ook zo graag een keer aan grote wereldleiders willen vragen. Zo. Dat is toch de vraag die je ooit aan Trump zou willen gesteld gaat hebben. En zou je het niet proberen door lief te zijn? Ja, maar Trump kan dat per definitie niet, denk ik. Nee, maar ja. Maar gewoon hem de vraag stellen. Zo aan een paar grote iconen of grote mensen in de wereld, van heb dat al geprobeerd door lief te zijn? Ja. Als ze zo twee mensen ruzie hebben met elkaar. En ze, heb dat, hè? Mensen die alle twee bevestigen dat ze het jammer vinden dat er ruzie is, maar dan blijft er ruzie. Dan denk ik zoiets van, ja, maar als je nu alle twee op slag lief zijt, dan is het oké. Okay, en meestal is het zo, als je op een rijtje zet, wat zijn de positieve zaken voor die persoon? Ah, ja. Dat weegt zwaarder dan misschien twee, drie ruziepunten. Natuurlijk. Ja. Ik denk dat wij als mensen voor altijd ons bezig gaan met een stukje 10%, 20%, 30% die niet goed is, in plaats van zeggen, kijk, maar van die 100% is het 70%, 80% goed. Maar moet dat niet doen. What are we talking about? Ja, moet dat niet. Ah, ja, zo. Nee, heb je het al geprobeerd door lief te zijn? Ik vind dat... Ja. Ik heb er ooit gelezen over Richard Gere. Op dat moment was hij heel hard bezig met zijn zen en boeddhisme en alles. Ja. Maar hij heeft wel iets heel moois gezegd toen dat hij geleerd heeft in zijn boeddha-leer. Innerlijk naar mensen kijken en constant denken, I wish you happiness. Ik wens jou geluk vandaag. Ja. Waar dat hij ook zelf... blijer en gelukkiger. Hij is de hele dag blij rond, omdat hem eigenlijk constant met happiness en geluk bezig was. Omdat je hoopt dat het voor de ander goed gaat. Ja, en ook dat vibration, de uitstraling, dat is positief. En tegelijkertijd voel je jezelf en je hersenen ook met positiviteit. Ah, ja, dat zal wel zijn. Hoe krachtig en hoe mooi dat is. Dat is leuk, hè? Ja. Ja, maar ik probeer dat ook wel eens. Hè. Ja. Zo hopen dat bij iemand dan dat het goed gaat. Het kan niet beter zijn dan goed. Ja. Het moet ook niet veel beter zijn dan goed. Ja. Gewoon goed is goed. Had onze luisteraars en kijken dit allemaal goedkeuren, denken, oh, wat zitten die daar te vertellen over? Nee, I wish you happiness. Maar toch wel fijn iets, hè? Nee? Maar natuurlijk kan die dat goedkeuren. Natuurlijk kan die dat goedkeuren. Let's hope. Let's keep the vibe, hè? Maar natuurlijk wel. Maar en tegelijkertijd ben ik hier geen pleidooi aan het houden voor een soort zweverig gedoe. Zo. En er zijn ook mensen die mij kwaad maken, hè? Ja, ook dingen die je ziet gebeuren. Dan zegt van, allee, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Wat is het probleem hier? Allee, zo... Ja. Tuurlijk wel. Maar laat me ook gewoon mens blijven. Inderdaad. En ik denk also, it takes time to get to the level. Hè? Mm-hmm. Maturiteit. En ook van, ik ben zen, ik ben gelukkig, ik wens jou hetzelfde. Mm-hmm. En dat je dat ook kunt dragen zonder afgeleid te worden door de dagdagelijkse afleidingen, zaken die gebeuren, dat je moet oplossen, weer al opnieuw, enzovoort, enzovoort. Dus kijk eens, we zijn helemaal in verschillende richtingen aan het gaan. Wat een leuk gesprek. Nee, en ik vind het super fijn. Ik zou zeggen, we kunnen wel uren nog blijven doorgaan, maar dat zal vandaag misschien, of misschien voor de volgende keer worden. Ik heb vandaag weer kort mogen spreken, maar ik ben toch wel onder de indruk van veelzijdigheid van Koen de Wolf, dat ik niet verwacht had. Na het lezen die ik echt, zoals ik zei, ik vond dat moeilijk verteerbaar, misschien ook omdat dat in mijn eigen... Ja, het komt direct wel binnen. Maar wel het is zo mooi, zo to the point, zo... Ja. Ik kan ook niet begrijpen hoe dat jullie hebben kunnen kijken in het hoofd van Karel zijn moeder, om dat zo ook te schrijven. Ja. Top. Uitgegeven door Willems Uitgevers. Ja. Misschien vraag je waarom kiezen voor een kleine uitgeverij in plaats van grote? Heb ik Willems gekozen of heeft Willems mij gekozen? Ah, dat is de question. Waarom kleine uitgeverij? De contacten zijn natuurlijk wel super easy. Allee,
dat gaat ook wel heel vlot, mm-hmm. zo, op die manier. Dus ja. dat was eigenlijk wel... En Karel is daar voornamelijk de leidende man in. Hè. Hij, ja. hij had heel veel... En Raf Willems hebben... Voilà. Ja. Voilà. Dus ja, nee. En heel tevreden. Ja. Vlotte samenwerking. Het is nu ook met Willems uitgever dat andere boek er ook ja. komt. Dus. En binnenkort uiteraard op de Boekencafé, waar dat ja. Uw eigen pagina gaat staan ja. met uw eigen boeken. Ja, voilà. Heb ik doorgekregen. Ziezo. En binnenkort ook de kinderboeken. Ja, 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 voilà, maar kijk. Ho, ho, ho. We gaan veel hebben om te praten. Maar ik dank aan onze luisteraars en kijkers, dames en heren. Dat was het voor vandaag. Koen De Wolf en CK Doorbridge, checking out.